Goedemorgen allemaal en welkom op de redactie van Computer Idee in Haarlem. Het is vandaag maandag 18 november en dit is de nieuwsflits. Op de website kun je onder meer lezen dat Apple het Israëlische bedrijfje PrimeSense heeft overgenomen. En PrimeSense kun je kennen van de Kinect-sensor voor Microsoft's spelcomputer de Xbox. Nou, wat Apple precies van plan is met die bewegingstechnologie is nog niet bekend. Maar de geruchten op internet stellen in ieder geval dat Apple wil komen met een televisie die kan herkennen welke gebruiker er voor de tv zit. Ook op computeridee.nl. Hives gebruikers kunnen vanaf nu een downloadcode aanvragen voor hun persoonlijke gegevens. Dus hun krabbels, wie wat waars, foto's, video's. En Hives belooft dat deze gegevens voor het einde van het jaar ge-e-maild worden naar alle Hives gebruikers. Hives gaat natuurlijk stoppen. Het wordt geen sociaal netwerk meer, maar een spelletjesite. En dit moet ook rond het einde van dit jaar gebeuren. En nieuws vanaf het videofront, want op computeridee.nl kun je nu alvast zien hoe volgens ons de smartphone van de toekomst eruit ziet. En ook zetten we net als elke vrijdag weer een top 10 voor je op de site. Deze keer staat de top 10 van meest nutteloze USB-gadgets op computeridee.nl. En kom vanmiddag ook zeker terug om te zien hoe ik ondersteund word door een speciale gast. En we met z'n tweeën een klein apparaatje behandeld wat je zelf kan programmeren. Kortom, meer dan genoeg reden om vanmiddag ook nog eventjes door te klikken naar computeridee.nl.